Wat je veel gebruikt, zet het op het eerste scherm, hebben we ook gedaan. De warme dranken hebben we apart. Fris hebben we apart, de keuken en onze arrangementen. Wij doen hier veel pubquizzen, tapas, pubquiz buffet of groepen die iets doen met een hapje. Die kunnen dan een arrangement uitkiezen, die hebben we er ook apart in gezet. Ik ben Marion van Wijk, ik ben van Rockcafé Tees uit Groenlo. Ik heb het café samen met mijn man, eigenlijk is het café met mijn man. Wij doen het samen. We zijn muziekpodium, theaterpodium en pubquizcafé van Groenlo. We zijn echt een muziekcafé en ons café is opgedragen aan Rory Gallagher, omdat Taste de allereerste band was van Rory Gallagher. Ik denk dat wij nu een jaartje tot anderhalf jaar gebruik maken van 12. We hebben ervoor gekozen nadat wij 3 of 4 andere partijen ook hier aan tafel hebben gehad, hier in het café hebben mee gesproken. We hadden nog een collega bedrijf die daar continu bij gezeten heeft. We hebben ook continu daar samen overleg over gehad. En die hebben ook voor 12 gekozen. En wij ook. Mijn man is digibet, Ronald is echt digibet. En nogmaals, daar doe ik hem niet tekort mee, dat is echt de waarheid. En hij zegt elke keer tegen mij, nou best wel blij dat we voor dit systeem hebben gekozen, omdat het is echt heel erg gebruiksvriendelijk. Dus ook mensen die wat meer problemen hebben met het digitale wereldje of met een wennen aan een nieuw systeem. Dus we hebben heel veel mensen die zeggen, ah, wij komen wel een avond helpen. Maar dan moesten we even de kassa uitleggen. Nou, dat gaat super snel, dus dat is heel erg fijn. Op het moment dat er wat is, zijn ze er ook direct, we kunnen ze goed bereiken. Het is heel prettig dat ze van afstand in kunnen bellen. En dat het dan ook eigenlijk meestal ook gelijk opgelost is. Dus dat gaat vaak heel snel. 12 is echt de 12e man en dat is prettig. Dus 12 kun je rustig stellen. 12, uw 12e man, die slogan die klopt gewoon. En zo voelen wij het.